Hoe zou jij hem laten zien? Hoe het nu met de wereld gaat? Het idee dat mode is dat je echt elke maand zeg maar je kledingkast vol met nieuwe kledingstukken hangt, dat is ook wel een idee wat heftig is voor de planeet. Onze textielafvalberg groeit namelijk sneller dan ooit tevoren. Fast fashion maakt een circulair systeem haast onmogelijk. Er ligt dus een moeilijke taak bij de industrie om deze enorme afvalberg om te toveren tot nieuwe grondstoffen en uiteindelijk ook weer nieuwe kleding. Ik kan heel erg aan de zijlijn staan roepen dat het anders moet, maar ik kan ook in Enschede het goede voorbeeld geven en een eigen fabriek proberen te starten. What if we could increase the use of local resources that grow more sustainably and don't need long distance transport? Consumenten die hebben invloed door bewustere keuzes te gaan maken in de kleren die zij aanschaffen. Blijf kritisch als consument. Het voelt ook alsof ik daar als persoon zelf niet heel veel aan kan doen, maar dat moet iedereen dan samen doen. Ik denk dat dit van zo groot belang is. Laat je verrassen en ga op zoek. Wij hebben deze wereld natuurlijk gemaakt, dus wij kunnen hem ook veranderen. We voelen ons heel rijk als we heel veel goedkope kleren kunnen betalen, maar eigenlijk worden we natuurlijk veel armer van. I don't believe in trends. Believe in your identity and that should be reflected in what you wear. And totally. It's not something that changes every 6 weeks. It's kind of being pressured into promoting the best version of yourself at all times. And that's just not humanly possible. We zijn ons allemaal door de hele opleiding heen zeer bewust van het feit dat er iets moet veranderen. If you can't dare to, you know, think of it, it's never going to happen. Het tempo waar we in leven en waarin we consumeren en waarin we geprikkeld willen worden is natuurlijk best wel moordend. Wat kan ik vanuit mijn positie als merk doen om een verandering teweeg te brengen? Ik denk dat een oplossing juist is om het op een andere manier te doen. En juist wel gelijkwaardig samen te werken en juist wel van elkaar te leren. Iedereen kan een verschil maken. Let's do it.